vandaag staan we in Madurodam. En we gaan vandaag ook een persconferentie houden. Het wordt echt super spannend. Maar daar gaan we ook verslag van maken. Ik ben Johnny, ik ben 37 jaar. Ik hoor het zo. Dit is Siam en ik ga haar vandaag interviewen. Waarom is deze persconferentie vandaag eigenlijk? Nou, ik denk dat we eigenlijk vooral willen laten zien dat kinderen sterren kunnen zijn en dat ze vragen kunnen stellen. En dat kan natuurlijk best wel spannend zijn om vragen te stellen, vooral als het aan bekende mensen is. Ja, Angela schrijft me een hele grote voorbeeld. Dus ik heb haar nu gezien en ik ben al met een foto geweest en ik vind het best wel spannend nog om aan haar vragen te stellen. En iedereen krijgt zo meteen 2,5 minuten tijd om vragen te gaan stellen. En wat gaat er vandaag voor de rest nog gebeuren? Wat we vandaag gaan doen is eigenlijk een persconferentie houden. En dat gaan we eigenlijk zo echt mogelijk doen. Hoe heeft u leren acteren? Wat vindt u er zo leuk aan? We hebben een perschef. En die wijst dan zeg maar degene aan wie dan de vragen mag gaan stellen. En de kinderen die gaan vragen stellen aan de BN'ers. En die vragen die gaan eigenlijk over drie onderwerpen. Cultuur, sport, verjaardagen. En daarna gaan we de rollen omdraaien. En dan mogen de kinderen vragen gaan stellen aan de BN'ers. Wie zijn eigenlijk vandaag de BN'ers? Ja, nou, we hebben hele leuke BN'ers. Angela Schijf bijvoorbeeld, en zij is natuurlijk ambassadeur. Ja, ik begin even bij Bart, want ja. Die wil ik al mijn hele leven lang even aan de tand voelen. Arnold van der Leijden, en hij was vroeger bokser. Don Diablo, die is er, dus ja, heel veel BN'ers. Ik doe mee om jullie te helpen, om jullie een fijne dag te bezorgen. En om te kijken of er ook echt talenten tussen zitten. Waarom is muziek voor u zo belangrijk? Nou, voor mij, ik was vroeger ontzettend een nerd. Ja, dus ik ging naar de discotheek, maar ik kon niet dansen. En ik kon eigenlijk ook geen meisjes versieren. Ik was eigenlijk gewoon, er was niks voor mij. Dus ik ben op een gegeven moment heb ik mezelf geleerd om muziek te maken. Je zingt niet alleen, toch? Je wil ook piano spelen. Toen langzaamaan ging ik wat meer naar buiten, kreeg wat meer vrienden. En ik heb mezelf een soort van nieuw leven gegeven, een soort van pseudoniem. Normaal ben ik dit, Don Pepijn Schipper, en als ik s'avonds ergens ben, dan ben ik Don Diablo, maar dat is een soort van, trek ik mijn superheldenpak aan en dan durf ik ineens een stuk meer en daarom ben ik dit gaan doen. En wat gaat u vandaag zelf doen? Nou, ik mag eigenlijk vandaag samen met Johnny, mag ik ervoor zorgen dat alles een beetje binnen de tijd blijft en dat iedereen aan het woord komt en er gewoon een leuke dag van maken. Waarom is deze persconferentie er eigenlijk? Ja, Stichting Het Vergeten Kind wil laten weten dat ze gaan samenwerken met een aantal partijen. Met het Jeugdcultuurfonds, met het Jeugdsportfonds en met Stichting Jarige Job. En deze vier partijen die gaan samen allemaal leuke en interessante dingen doen voor kinderen. Nou ja, ik ben het onderhand wel een beetje gewend tot liggen. Nee, ik vind het wel leuk en een beetje spannend. Maar voor de rest vind ik het wel leuk. Wat vindt u van de samenwerkingen en wat Stichting Het Vergeten Kind allemaal doet? Fantastisch, daarom ben ik hier. Omdat ik weet hoe belangrijk het is dat kinderen niet vergeten worden. Geen enkel kind. Ieder kind heeft recht om zich te ontwikkelen als mens, als persoon. Ik heb dat zelf als kleine jongen ervaren. Ik was een moeilijk, lastig jongetje. En door te sporten heb ik mezelf als mens en als persoon kunnen ontwikkelen. Wat vond u ervan dat u zelf, zeg maar, kinderen mocht interviewen? Heel leuk, ook een beetje spannend. Hè? Jullie mij interviewen, dat is spannend. Maar andersom ook. Maar ik vind het wel leuk om te doen, want wat beweegt kinderen? En daar kun je alleen maar achter komen als je de juiste vragen stelt. En dat je dat doet met aandacht en met liefde. Geef me een hukkie.